Als jij vastgoed in Turkije wil kopen voor het gebruik van vakantie of voor permanent verblijf, dan kan Summer Home Construction en Real Estate je hierin begeleiden. Zij zijn een bouw- en makelaarsbedrijf die zijn gestart in Alanya en inmiddels zijn uitgebreid naar Antalya, Istanbul en Cyprus. Wat begonnen is als eenmanszaak is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 50 medewerkers. We zijn vandaag in Alanya om hier meer over te weten te komen. Het kopen van onroerend goed in Turkije kan worden gebruikt als vakantieverblijf, permanent verblijf, pensioenverblijf en eventueel als investering. Na de aankoop van het vastgoed kan er gebruik gemaakt worden van een after-sales service. Deze service omvat verschillende diensten zoals regelen van transfer van luchthavens, bijhouden van de lopende kosten, verzekeringen, verluchten en indien de klant dit wenst het verhuren van de woning. Tegenwoordig willen steeds meer gepensioneerden zich in het buitenland vestigen. Ze kunnen in onroerend goed investeren om comfortabeler met hun pensioeninkomen te leven en ondertussen genieten van het mooie klimaat dat Turkije te bieden heeft. In vastgoed investeren is een zeer aantrekkelijke beleggingsoptie. Men kan of plan kopen. Dit betekent kopen tijdens de bouwfase en genieten van een langer termijn betalingsplan tot bij oplevering zonder rente. Genieten van lucratieve huurinkomsten of grotere investeringen. Andere opties zijn kopen om te verhuren, grondstuk kopen of investeren in grotere bouwprojecten. In tegenstelling tot in andere landen zijn de kosten bij het kopen van vastgoed in Turkije veel lager. De eenmalige overdrachtsbelastingen is slechts 4% van de opgemaakte waarde door de gemeente. In Turkije betaalt u jaarlijkse onroerend goedbelastingen. Dit is 1/1000ste van de opgemaakte waarde. Let wel op dat als je het vastgoed verkoopt binnen de 5 jaren, dat je inkomensbelastingen moet betalen. De potentiële koper wordt begeleid door het gehele proces. Heel belangrijk is dat alle klanten worden bijgestaan in hun eigen taal. Bij de eerste aanvraag wordt er goed geluisterd naar de wensen van de klant en begint de zoektocht naar het gewenste project, locatie, budget, etc. Voor het gemak van de koper wordt er een all-inclusief pakket aangeboden. In een all-inclusief pakket wordt de klant van A tot Z ontzorgd. Nadat er samen een reisdatum is vastgesteld, beginnen de planningen al. De klant wordt privé van de luchthaven afgehaald en vervoerd naar hun verblijf. Dat kan bijvoorbeeld een hotel zijn of een appartement, hoe dat de klant het wenst. De inspectiereizen duren ongeveer 3 à 4 dagen. Tijdens deze reizen worden projecten bezichtigd, er worden vergaderingen gehouden waar de klant wordt geïnformeerd over de procedures en al hun vragen worden beantwoord. Om de sfeer aangenaam te houden wordt er ook sightseeing gedaan, het verkennen van de omgeving en kijken naar de afstanden van de projecten, naar het strand, winkels en zo verder. Als de beslissing is genomen, wordt er een contract opgemaakt in de taal van de klant zelf en worden de benodigde documenten aangevraagd, zoals een taxnummer bijvoorbeeld, wat nodig is voor de eigendomsakte. Indien nodig wordt de klant ook geholpen met het openen van een bankrekening en meestal blijft er ook tijd over om te kijken naar meubels of het inrichten van de woning of appartement. Turkije is het land van de rijke geschiedenis en cultuur. En vergeet niet dat je er ook heerlijk kunt eten. Nog meer van deze positieve kant van Turkije gaan we nu zien. De grootste troef van Turkije is natuurlijk het zonnige klimaat. Bereikbaarheid is heel gemakkelijk, het hele jaar door heel veel vluchten. Levenskosten zijn heel goedkoop hier, zoals bijvoorbeeld nutsvoorzieningen, voeding en belastingen. De mensen hier zijn heel vriendelijk. Ze zijn heel gastvrij en hulpzaam. De laatste jaren is de gezondheidszorg heel erg geëvolueerd. En natuurlijk niet te vergeten dat prijskwaliteit van vastgoed in Turkije heel goed is. Luxe materialen, heel veel faciliteiten. Je kunt bijvoorbeeld in een luxe complex met alles erop en eraan al een appartement kopen vanaf 85.000 euro. Als je in Turkije vastgoed koopt, ben je volledig eigenaar, ook met een buitenlandse nationaliteit. Je wordt ingeschreven in het kadasterkantoor, je krijgt dan een tapu, dat is de eigendomsakte. Ook ben je eigenaar van het grondstuk waar het vastgoed op staat, of mede-eigenaar als het een appartement is in een woonblok of woonpark. Daarbij heeft Turkije ook een zeer goede erfeniswet. De echtgenoot en kinderen zijn de natuurlijke erfgenamen. Als er geen kinderen of echtgenoot is, dan worden de eigendommen verdeeld onder de verdere familie. Ben je benieuwd naar het zonnige Turkije? Neem dan snel een kijkje op onze website.